Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van mij, van Karine van Blonde Beauty Fashion. Super leuk dat je weer kijkt. Mocht je nieuw zijn, heel erg welkom. Mocht je het filmpje straks leuk vinden, doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren door hieronder op de abonneerknop te drukken of aan het eind van het filmpje op mijn gezicht, maar dan op het plaatje van mijn gezicht hiernaast. Vandaag een van de video's, zullen we maar zeggen, want ik ga het vandaag hebben over de bevalling van ons tweede kindje. Onze lieve dochter Elin. En laten we maar gewoon beginnen. Het kan een beetje donker zijn. Ik dacht, ik wil wel graag in de babykamer zitten. Vind ik een leuke setting. Maar dan heb ik een beetje slecht licht. Ik ga jullie door mijn bevalling heen praten. En ik heb het ook gedaan toen ik ben bevallen van mijn zoontje Niels. Die is inmiddels ruim 2,5. En ik zal je niet meer vertellen, het is een hele andere bevalling. Dus mocht je ook benieuwd zijn naar hoe mijn eerste bevalling ging, dan zal ik dat hierboven even linken. Het was echt heel anders. Kort samengevat, het duurde het eindeloos bij Niels. En ik zal af en toe in mijn verhaal ook wel naar terug grijpen. Maar het duurde eindeloos en uiteindelijk was het een vacuümverlossing. Dus medisch was ik. En totaal ruptuur, de whole shabam. Dus het was niet zo heel leuk. Ik heb ook langer in het ziekenhuis. Ik ben ook langer in het ziekenhuis gebleven. Eerst vanwege Niels, vanwege vacuümverlossing. En daarna nog vanwege mezelf, omdat ik niet mijn blaas voldoende leegplaste. Dus we zijn daar 2 nachten gebleven. Dat gezegd hebbende, was deze bevalling compleet anders. Niels kwam met 11 dagen, zeg maar 40 plus 11. Weet je, mijn eerste, je leeftijd toen naar die uitgerekende datum. Mijn tweede had ik dat concept al een beetje losgelaten. Want ik dacht, ja, ik denk niet dat zij eerder komt. Dat gevoel had ik al heel lang. Ze had gewoon het heel goed in mijn buik. Heel veel ruimte, heel veel vruchtwater. Dus ik dacht, ja, die gaat niet eerder komen. Dat ze nog later zou komen dan Niels, dat had ik ook niet verwacht. Voor wie mijn laatste vlog heeft gezien, zeg maar, voordat ik ging bevallen. Die heet ook iets van, ik ben er klaar mee of zo. Ja, daar moest ik ook wel echt even huilen. Die nacht ben ik bevallen. Dat gebeurde op een zondag en toen was ik, zit hele lamp aan. Toen was ik 41 plus 5. En gewoon het moment dat ik zeg maar over die 11 dagen over tijd heen was, was ik gewoon klaar mee. Toen wist ik gewoon, toen dacht ik, ja, dit was niet de afspraak. Een tweede moet toch iets eerder komen, in ieder geval dan de eerste. Dus de vlog die dat is, ben ik ook een beetje emotioneel. En dat zijn natuurlijk ook hormonen. En het was gewoon gloeiend heet. Ik geloof dat het 38 graden was. Ik was echt humongous. Ik hield zoveel vocht vast. Ik was gewoon zat. Vanaf 41 weken. Jij kan ook eerder gestript worden. Maar in principe strippen vanaf 41 weken. Strippen is dat een beetje aan je baarmoeder mond gaan morrelen of zo. Om een beetje de boel op gang te krijgen. In 1/3 van de gevallen heeft het zin en brengt het de bevalling op gang. 1/3 van de gevallen begint een beetje te rommelen, gebeurt verder niks. En 1/3 van de gevallen gebeurt er überhaupt niks. Bij Niels had het niet heel veel gedaan. Toen ben ik 2 of 3 keer gestript. 3 pogingen waarvan 2 gelukt zijn. Dat was het. En bij Elin kon ik dan gaan strippen vanaf 41 weken. Dat was een dinsdag, maar dat kon niet. Dat wil zeggen, er was nog geen, er moet iets van ontsluiting zijn om te kunnen strippen. Nou, dat was er nog niet. Dan moet je, dan moest je niet de dag later, maar de dag daarna. Dus je kan om de dag strippen. Dus toen hebben ze donderdag weer een poging gedaan. Toen kon het een beetje. Nou, gebeurde verder helemaal niks. Toen kon het zaterdag weer. En toen zei ze, nou, ik heb nu echt wel iets kunnen doen. En toen zei ze ook, ga dan nu maar, laat Niels alvast zeg maar lekker bij je ouders gaan logeren. Dat was zeg maar, daar zou hij sowieso heen gaan als ik zou gaan bevallen. Maar ze zei, breng hem daar alvast lekker heen. Dan hebben jullie gewoon rust. Ga lekker uit eten, lunchen, terrasje pakken. Pak gewoon even ontspanning. Weet je, denk er ook niet te veel aan. Weet je, misschien dat het dan gewoon op gang komt. Nou, oké. Dus Niels is naar mijn ouders gegaan. En we hadden al afgesproken, als ik maandag nog niet bevallen zou zijn, dan zouden we maandag zo'n ballonnetje gaan plaatsen om de ontsluiting verder te brengen. Of op te trekken, ik weet het niet. Ik ben dat allemaal weer vergeten, hormonaal en zo. In ieder geval om de boel weer op gang te brengen. Nou, oké. Dus dat zou, die afspraak stond gepland voor maandagochtend. Dat hield in dat ik om 6:30 's ochtends het ziekenhuis moest bellen.
of er plek was. En dan kon ik om 7 uur 's ochtends terecht. Dan zou ze dat ding plaatsen. En dan mocht je in principe gewoon weer naar huis. Ik had ook Zaterdag. Zaterdag ben ik ook nog naar het ziekenhuis geweest. Het idee was ook dat ze me daar zouden schrijven. Was een beetje een stukje mis. Nee, vrijdag ben ik naar het ziekenhuis geweest. Het idee was dat ik zaterdag naar het ziekenhuis ga, dat ze me daar ook zouden strippen. Zaterdag gewoon om te kijken, als je over 41 weken bent, dan willen ze ook graag even kijken hoe het met je kindje gaat. Dus ik ben daar vrijdag heen gegaan. Nou, dat was gelukkig allemaal helemaal goed. Monitoren gelegen en gedaan. Dat was allemaal prima. Toen zaterdag gestript. En toen heb ik dus die afspraak, op vrijdag heb ik al die afspraak gemaakt voor maandag. Als dat niet gebeurd zijn, zou ik ingeleid worden. Maar dat wilde ik liever niet, want dan word je medisch. En ja, dat is toch anders. Ik ben natuurlijk met Niels medisch geworden, maar pas het laatste uur. Maar dat betekent dat je niet meer met je eigen verloskundige bent. En dat je medisch bent. Het is gewoon een andere... het is gewoon anders. Sorry voor de hoeveelheid ums trouwens. Maar dat is mijn zwangerschapsbrein, moet heel erg nadenken. Toen zaterdag gebeurde eigenlijk niet zoveel. We waren lekker uit eten geweest. En volgende ochtend werd ik wakker. Verder redelijk prima geslapen. Er vagelijk rommelde het een beetje. Maar dat was echt niet om over naar huis te schrijven. Ik dacht, Toen dacht ik, wat nu? Want ik wil liever niet medisch worden. Dus toen heb ik zondag de verloskundige gebeld van, joh, wil je in ieder geval vandaag nog even kijken? Zeg maar, of ik zelf al, of ik al iets meer ontsluiting heb, dat er al iets... of ik iets opgeschoten ben ten opzichte van gisteren. Want kijk, als mijn lichaam het zelf gaat doen, weet je, dan heb ik liever niet dat ik word ingeleid. Dus natuurlijk, dus is ze 's middags nog langsgekomen. We hebben ook besloten om Niels gewoon bij mijn ouders te laten, omdat ik anders toch maandagochtend heel vroeg naar het ziekenhuis zou moeten. Dus hij zou dan zondag sowieso niet meer bij ons kunnen slapen. Zoals hij zei, laat hem gewoon lekker daar. Dat is voor hem ook rustiger, anders dan snapt hij het ook allemaal niet meer. Want ik wist ergens binnen nu en snel ga ik natuurlijk bevallen. Wat ook maakt dat ik het allemaal wat spannender begon te vinden. Omdat ik natuurlijk best wel een hele nare bevalling had van Niels. En dat ik, naarmate de dagen verstreken, wist ik gewoon, het gaat nu heel snel ergens een keer gebeuren. En ja, dan ben je er veel bewuster van. Als je gewoon, wij spreken met 38 weken bevalt, dan zit je er nog niet zo op te wachten, zeg maar. Dan denk je gewoon van, het gaat een keer gebeuren. En nu wist ik gewoon, binnen nu en 3 dagen, bewijs van, gaat het gebeuren. Maar goed, dat zorgt voor een beetje spanning. Vandaar ook een van die helpsessies. Dus toen zei ze, natuurlijk, zondagavond of zondagmiddag kom ik nog eventjes bij je langs. Nou, toen kwam ze zondagmiddag en toen zei ze, weet je wat we gaan doen? Ik ga je gewoon nog een keer strippen. Eigenlijk moet daar meer tussen zitten, maar weet je, je bent er gewoon klaar mee. We gaan gewoon nog 1 poging wagen. Dan hoef je misschien niet ingeleid te worden. Dat lijkt me fantastisch. Dus zij heeft me nog een keer gestript. Bij sommige vrouwen doet het pijn, bij andere vrouwen niet. Bij mij doet het niet echt pijn. Het is een beetje een ongesteldheidsmomentje, maar echt letterlijk 10 seconden of zo. Dus het is echt, ik heb er niet zo'n last van. Maar dat is heel persoonlijk. En toen zei ze, ga lekker ontspannen. Dus goed, prima, wij weer uit eten. Allemaal heel vlak bij huis. Zodat het in ieder geval, als er iets zou gebeuren, dat ik snel weer thuis zou zijn. Daarbij kon ik niet meer zo ver lopen. En wat toen gebeurde was dat de baby eindelijk ingedaald was. Want dat was eigenlijk tot op dat moment ook nog niet gebeurd. Dus daar was ik op zich al heel blij mee. Ik denk dat Niels nooit echt ingedaald is geweest. Achteraf gezien. Prima. Wij uit eten. En toen, s'avonds lag ik op bed. En toen dacht ik, om nu of 12 dacht ik, een beetje krampjes. Heb ik dan iets verkeerds gegeten of zo? Het was nog niet heel noemenswaardig. Maar half uur later dacht ik, het is best wel felle pijn eigenlijk. Ik kan me niet echt herinneren van vorige keer dat de wee aan het begin zo voelde. En het ging naar het toilet. En toen verloor ik wat helder rood bloed. En dat is op zich normaal na een strippoging. Maar het was gewoon eerder nog niet gebeurd. Dus toen dacht ik, En toen om 1:30 dacht ik, ga ze toch zwemmaars wakker maken. Ik weet het gewoon niet. En ik had al een beetje lopen timen. Was best wel regelmaat in. En ik dacht, zal het niet waar zijn. Toen zei ze, en Karine belde me, alsjeblieft gewoon die verloskundige. Ik wil altijd... Ik zeg, dan wachten we nog wel even mee. En hij zei, bellen. Dus ik gebeld. En toen hoorde ze mij een wee wegpuffen. En toen zei ze, ik kom wel even langs. Ik dacht, dat hoeft allemaal niet zo'n haast. Ik zie trouwens dat ik nu al 11 minuten aan het praten ben. We zijn nog maar net begonnen. Maar goed. De bevalling duurt kort, zal ik alvast vertellen. Dus toen kwam ze. En dus ze was er om, ik denk dat ik haar om 2 uur of zo, 2:30, 3 dat zij bij ons was. Ja, toen kwam 2 uur denk ik.
En nou, toen ging ze voelen en zei ze, je hebt al 3 centimeter ontsluiting. Toen dacht ik, 3 centimeter? Oké, okay. Nou, top. Toen zei ze, ja, weet je, laten we maar gewoon er een beetje vaart achter gaan zetten. Want we gaan gewoon zorgen dat je gaat bevallen. Top. Toen zei ze, dus dan wil ik je vliezen breken. Oké. Okay. Dus wil je dat dan thuis of in het ziekenhuis? Ik zei, nou, dat wil ik in het ziekenhuis. Toen zei ze, ja, ik zou wel thuis willen adviseren. Want vaak bij baby's die ver over tijd zijn, die hebben in het vruchtwater gepoept. En als dat zo is, dan word je medisch. Dus dan moet je eerst naar het ziekenhuis, ga je naar een kraamsuite. En daarna word je alsnog medisch, zeg maar. Dus toen dacht ik, oké, dat vind ik leuk. Maar ik wil gewoon nu naar het ziekenhuis. Ik dacht, ik heb A, heel veel vruchtwater. Het wordt gewoon 1 grote kliederwende. Daar heb ik geen zin in. B, vorige keer toen ze me verliezen bij Niels braken, toen ging het ineens heel hard. En dan zit ik nog hier thuis. Ik zei, ik voel het niet goed. Ik wil naar het ziekenhuis. Sven had dat ook. Dus ze zei, prima, dan gaan we naar het ziekenhuis. Dus daar was ik heel blij mee. Nou, goed, ze zijn naar het ziekenhuis. In de auto. En ja, dat was natuurlijk heel gek, weet je. Want dan weet je gewoon, oké, nu gaat het gebeuren. Nou, weeën werden heftiger. En toen kwamen we het ziekenhuis aan. En toen was zij nog even een beetje de boel aan het, weet je, alle formulieren en zo. En de invullen. Ik zat daar met jullie op de kraamkamer. En op een gegeven moment zei ik tegen Sven van, nou, dit doet echt zo'n pijn. Ik kan me dit niet herinneren van vorige keer. En ik weet dat je pijn vergeet. Maar ja, het doet echt wel zeer. Ik zeg, ik trek dit niet nog 12 of 24 uur. Niels' bevalling duurde meer dan 24 uur. Dus ik dacht, ik ben net begonnen. Dus moet er nog eventjes. Maar goed, on the other hand had ik met Niels heb ik 13 uur lang 1 centimeter gehad. Dus ja, misschien niet helemaal referentiekader. Maar dat was mijn vergelijking in mijn hoofd. Ik dacht, ja, ik ga dit niet zo lang trekken. En Sven die dacht al, nee, want zoveel pijn had jij toen echt niet. Die heeft natuurlijk van de andere kant meegemaakt. En nou goed, dus ik zei dat tegen de verloskundige van, ik heb zo'n pijn, ik ben zelfs pijnstilling aan het overwegen dat ik dat eigenlijk helemaal niet wil. En ik bedoel, ik heb het bij Niels niet eens nodig gehad en dat duurde echt eindeloos en zo. En ze zei, nou weet je, ik ga wel even kijken hoe ver je bent. Maar ja, toen was het inmiddels 1 uur of 4. En toen zat ik ineens op 8, 9 centimeter. Nou, oprecht, ik moest huilen van blijdschap. Ik had zoveel pijn, maar ik dacht echt, oh my god, dit gaat echt zoveel sneller dan met Niels. Nou, ik kon het gewoon niet geloven. Ik was echt oprecht, echt heel erg blij. Ik zei, laat die pijnstilling maar zitten. Toen zei ze ook, ja, dat is überhaupt geen optie. Maar ja, toen had ik ineens zo 8, 9 centimeter. Nou, ik wist echt niet wat me overkwam. Ze zei, nou weet je, je hebt echt heel veel pijn. Ga gewoon even lekker onder de douche zitten. Ik denk dat je daarvan ontspant. Want hè, we zo meteen moeten, nou ja, moet het gaan gebeuren. Ik zei, oké, nou goed, ik onder die douche gaan zitten. Bij Niels wilde ik alleen maar staan, voorover geleund op een tafel. Bij Elin wilde ik de eerste uren alleen maar zittend of liggen. Dus dat was ook heel anders. Dus ik had dit keer echt buikweeën. Bij Niels had ik rug en buikweeën. Ik had nu ook al rug, maar echt veel minder. Ik had vooral buik. En bij Niels had ik meer een soort eerlijke verdeling tussen beiden. Nu had ik gewoon meer buik. Dus ja, toen ben ik, nou ja, goed voor mijn gevoel, een uur in die douche gezeten. Maar volgens mij was het eigenlijk maar 1 kwartier of zo. En toen kwam ik eruit en toen had ik 9 centimeter. Zei, nou, nu ga ik je vliezen breken. Want ja, omdat ik in het ziekenhuis ging het zo snel dat ze niet mijn vliezen heeft gebroken toen. Want ja, dat ging allemaal heel gaaf. Dus ze brak mijn vliezen. Nou, ik was echt zo blij dat ik niet thuis was. Want het was echt heel veel vruchtwater. En ja, toen ging het heel snel. En toen kon ik gaan persen. En dat was ook heel bizar. Want ik had bij Niels geen persweeën. Ik heb persdrang gehad. En toen waren de weeën weg. En dat was waarschijnlijk omdat ik gewoon extreem vermoeid was. Omdat ik al 24 uur bezig was. En nu had ik persweeën. Nou, dat is gek. Want dan weet je ineens wel hoe je moet persen. Want ik zei ook tegen haar van, je moet me echt helpen met hoe ik moet persen. Want ik weet het gewoon niet. Ik heb het vorige keer niet kunnen doen. Ik heb het wel geoefend, zeg maar, nog bij een zwangerschapscursus. Maar ja, help me, weet je. Ik weet het gewoon niet. Maar uiteindelijk gaat het gewoon vanzelf als je persweeën hebt. En vorige keer had ik geen persweeën. Dus natuurlijk wist ik toen niet hoe ik moest persen. Ik zat al wat te doen. Maar ja, als je persweeën hebt, dan gaat het gewoon vanzelf. Ik had nu ook precies, zeg maar, spierpijn daarna op de plekken waar ze bij de zwangerschapscursus al over hadden. Zeg maar echt die schouder en die rugpartij en dat soort dingen. Nou, goed. Dus toen mocht ik gaan persen. Ja, en dat vond ik best wel een beetje spannend, omdat ik dat de vorige keer gewoon echt niet bewust heb meegekregen. En nu was ik, omdat ik dus pas een paar uur bezig was, was ik echt heel bewust bij. Ik voelde dat hoofdje echt zo duidelijk. Dat had ik vorige keer, kan ik me helemaal niet meer herinneren. Ik lag alleen maar zo van, red me, ik kan niet meer. En ja, dat was heel gek. En
ze zei ook, je moet echt die andere bevalling loslaten. Ik kon het niet loslaten. En Sven had er ook moeite mee. En op een gegeven moment zei ze ook van, oh, we zien haar. Toen dacht ik, een soort van bemoedigend van, hè, ga lekker zo door, maar het duurt nog 3 uur. En Sven had datzelfde. Dat, daar kwamen we pas later natuurlijk achter, toen we achteraf zeg maar de bevalling met elkaar bespraken. Maar ja, haar, oké. Ik dacht, nou ja, prima, we zien haar, dat duurt nog heel lang. Toen dacht ik, dit is ook wat ze bedoelen met de Ring of Fire. Want dat vorige keer heb ik het gewoon ook allemaal niet meer echt meegekregen. En ja, dat is wel gewoon heftig pijn. Ja, en dat je gewoon het hoofdje klem voelt zitten. Ja, sorry voor de details, maar dat hoort een beetje bij mijn bevallingsverhaal, toch? Dat neem aan. Dat, maar goed, het hoofdje ging niet verder. En ik, nou, ik voelde haar van alles proberen. En daar zal ik allemaal niet over in detail treden. Want het was misschien een beetje too much detail. Maar in ieder geval probeerde ze van alles om het hoofdje eruit te krijgen. Maar dat lukte gewoon niet. En toen zei ze, het spijt me echt heel erg, maar ik moet echt een knip gaan zetten. Toen dacht ik, nou ja, weet je, ik had vorige keer een totale ruptuur, dus weet je, whatever, ja, knip maar. Want ik voelde ook gewoon zelf, het ging gewoon niet verder. Ik kon echt, ik had nog 3 uur kunnen persen, maar het kon gewoon niet. En ze zei, het is gewoon een te strakke bekkenbodem, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. En ze zei, ik knip echt zelden. Volgens mij was ik de vierde die ze ooit knipte. Dat ik ook dacht, oké, je hebt het wel vaker gedaan, toch? Nou, dat was ook, ik ben natuurlijk vorige keer ook geknipt en toen heb ik dat niet zo bewust meegekregen. En dat kreeg ik nu ook heel bewust mee, letterlijk die verdovingsprik, die schaar, het ain't pretty, daar zal ik ook niet over in detail treden, maar vond ik gewoon ook wel een dingetje. Maar ja, dat is even 2 tellen werk en dan kan je dan ineens op de pers komt ze wel mee, zeg maar. Nou ja, de verloskundige had al eens, of de verpleegkundige had al aan Sven gevraagd van, wil je er aanpakken? Sven zei, ja, en ik dacht, zegt hij, nou, ik denk, nou, het zal wel. Maar Sven die dacht aanpakken als in, als ze dan zeg maar afgedroogd en wel is. En dan pakt hij haar aan en geeft hij haar aan mij. Ik dacht, dat bedoelen ze niet. Maar hij had dat niet in de gaten. En ik was niet, ja, scherp genoeg om dat aan hem uit te leggen. En hij dacht ook al, waarom vraagt ze me dan nou 3 keer? Zie ik er zo slecht uit of zo? Dus hij zei, ja, ja. Dus Sven wilde haar aanpakken. En nou ja, goed, dus bij, op een gegeven moment bij een pers was het hoofdje eruit. En toen zei ze van, nou, je mag er aanpakken. Dus nou, hij heeft er letterlijk aangepakt uit mij. En nou, toen aan mij gegeven. En dat was wel echt een heel emotioneel en mooi moment. En ook gewoon, ja, ik was zo trots op mezelf. Dat ik het gewoon helemaal zelf had gedaan dit keer. En vorige keer kon ik dat gewoon niet. En nu kon ik gewoon, heb ik het gewoon zelf eruit weten te krijgen. Met, zeg maar, vorige keer heb ik het ook zelf gedaan. Maar ja, we vaak een pomp moest helpen. En nu had ik gewoon, ja, gewoon in een paar uur tijd. Want ze is uiteindelijk om 5 voor 6 geboren. Dus echt in een paar uur tijd. Dus het is ook heel goed dat Sven zei, Karin, we gaan nu de verloskundige bellen. Maar het was zo'n onwerkelijke bevalling. Wij dachten op een gegeven moment ook, wanneer komen er meer mensen binnen? Want vorige keer met Niels waren er heel veel mensen in de ruimte. Het was op een gegeven moment ook best wel spannend of het allemaal goed zou gaan. Want hij zat klem. En, of hij zat eigenlijk 2 keer klem. Eerst met het hoofdje, toen met zijn schouders. En dan was het allemaal, ja, ik heb dat helemaal niet meegekregen, maar dat was echt wel even een paniek situatie. Er waren best wel veel mensen in die ruimte. En nu stonden we gewoon met verloskundige, verpleegkundige Sven en ik. Dat was het. Dus wij dachten, wanneer komen er meer mensen? Wat, weet je, gewoon alles was anders. Dus, ja, het was echt, het was zo bijzonder om het op die manier mee te maken. En ja, zo dankbaar dat ik het nu op zo'n manier mocht meemaken. En dan die knipje uit Salma Bonnen. Ja, weet je, jammer maar helaas. En nou, ik hoorde later ook dat de verloskundige echt heel erg van baalde dat het moest. Maar ik voelde ook, het had niet anders gekund. Dus ik, ja, het is jammer, maar het was wat het was. Maar ik vond echt heel, ja, ik was echt, ik zeg niet vaak dat ik trots op mezelf ben. Maar ik was echt trots op mezelf. Ik voelde me echt een soort van, weet je, ik kan dit wel. Dus los van dat ik een hele goede broedplaats ben, ben ik ook gewoon, kan ik ook gewoon een kind zeg maar zelf op de wereld zetten. Ja, dat was heel mooi en Sven moest echt ongelooflijk veel huilen en ik moest veel huilen. En we konden ook gewoon niet geloven hoe snel het was gegaan. En nou, daar, toen was er en het was echt een plaatje met een bak haar waar je naar van wordt van hoe dan? En het was ook heel donker, want Sven zei, ik ga een DNA-test aan, waarom was ik een geitje? Want ze lijkt weer echt sprekend op Niels en daarmee op Sven. Maar ja, dat was echt wel heel bijzonder. En nou, toen kreeg ik op mijn borst een heerlijk, warm, prachtig meisje. Allemaal helemaal compleet en mega lange vingers, mega lange tenen, echt the cutest thing ever. Ja, het was wel echt extreem bijzonder en ik, ja,
Nou ja, goed, toen moest ik de placenta nog, nou dat ging in een zucht en een stoot. Toen moest ik natuurlijk nog dicht en uit worden. Maar weet je, dat kon me ook allemaal niet meer heel veel interesseren. Dat deed natuurlijk wel zeer, maar ja, weet je, dat maakt je dan helemaal echt niet meer uit. Ja, het was zo, ja, het was echt zo'n andere bevalling dan met Niels. En ik ben zo blij dat ik deze ervaring ook heb gehad. Want ja, ik kijk hier wel echt heel tevreden op terug. En ja, ik had me geen betere bevalling. Natuurlijk had ik me betere, hè, de zonneknip kunnen wensen. Maar nee, ik had me echt geen betere bevalling kunnen wensen. Dus om 7 uur hebben we mijn ouders en Sven's ouders en onze broertjes en zo gebeld. Van, nou ja, ze is geboren. En nou, dat was zo bizar. We meteen gefacetimed met Niels, die natuurlijk bij mijn ouders was. En die snapte het ook meteen. Die zei, hé, de baby is uit de buik. Oh, daar is de baby bij een zusje. Nou, toen de naam verteld, zei die, kon hij ook meteen goed zeggen. Dus dat was gewoon ontzettend, ja, bijzonder. En nou ja, toen zeiden we, ja, hoe gaat het dan nu verder? En toen zei ze, nou ja, we gaan zo, krijg je wat te eten. En dan mag je even gaan douchen en proberen te plassen. En dan maken we Elin schoon en kleden we eraan. En dan mag je naar huis. Over een uur of 3. Wat? Ja, dat was echt heel bijzonder. En we zaten in de auto terug. En het was echt weer een gloeiend hete dag. Nou ja, om een uurtje of 10 ochtends. En ja, om 10 uur waren we thuis. En we zaten in de auto terug van hoe doen mensen die bevallen van hun eerste kind dan? Die dan ineens een paar uur na de bevalling in de auto zitten met een baby achterin. Kijk, wij hadden al ervaring. Maar ja, jeetje. Ja, dat lijkt me best wel pittig. Nou, toen kwam de kraamhulp. En we waren geloof ik iets van 1,5 uur of zo alleen met haar. Maar mijn moeder was er. Want die was alvast naar ons huis gegaan. Om Niels' logeerspulletjes te brengen en even de gordijnen open te doen en even het huis te luchten en dat soort dingen. Super lief. We hadden er wel voor gekozen om Niels gewoon naar de opvang te doen, zodat het voor hem gewoon, dan waren wij een beetje gesetteld als hij thuis kwam. Ja, en uiteindelijk hoefde ik dus niet ingeleid te worden, want nog voordat de inleiding, want ik zou natuurlijk om 6:30 het ziekenhuis moeten bellen en ik was om 5 voor 6, beviel ik dus ja. Ja, het was echt een hele bijzondere ervaring. En echt een bevalling die ik iedereen gun op de knip na. Dus ja, dat is mijn bevalverhaal. Ik heb ook een video gemaakt waarin ik Eden aan jullie voorstel. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, die komt of vlak hierna of vlak hiervoor online. Als het hiervoor is, dan zal ik hem uiteraard eventjes linken. En ik ben heel benieuwd of jij ook een enorm verschil tussen je eerste en je tweede bevalling, of dat je überhaupt nog niet bent bevallen. En nou, je weet dus dat er heel veel smaken zijn in bevallingen, zelfs bij één en dezelfde persoon. En ja, dit was het. Dit was mijn bevalverhaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien en dat jullie het niet al te ranzig vonden. Excuse me voor de details. Ik heb nog een hele hoop weggelaten. En super bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En vergeet je ook vooral niet te abonneren. Dat zou ik fantastisch vinden. En dan zien jullie allemaal updates van hoe het met mij en met Elin gaat. Ja, ze is nu 3 weken, dus er komen gewoon updates over nou, hoe het met ons is de komende tijd. En af en toe zie je daar natuurlijk Niels ook in voorbij komen en natuurlijk in onze wekelijkse vlogs. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Super bedankt nogmaals voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei!